Ik leef, leef tussen dode lijken. Ik leef, en wat heb jij te zeiken? Ik leef, en ik Jannes, wat vind ik het leuk jou weer te zien een jaar later. Ja, klopt. Wat is er gebeurd? Je IQ is met 100 gestegen, zo te zien. Ja, ja. Nu ben ik ineens een nerd geworden. Ja, een hele knappe nerd hoor. Ja, dankjewel. Heel anders dan de rol waarin ik je vorig jaar heb zien schitteren. Ja, klopt. Ja. Veel grappiger. Alhoewel, je was ook een grappenmaker in De Kleine Blonde. Ja, klopt. Maar dit, ja, ik weet niet. Dit is wat heel anders, maar ook leuk. Pet je af. En daarom vind ik dat je iets verdient, Jannes. Ja. En ik ga even naast je staan als je het niet erg vindt. Ja. Ik ga even iets omdraaien. Even kijken of we mooi in beeld komen. Want in jouw korte carrière kun je even... Oh nee, ik moet tegen mezelf zeggen. Ja, je bent groter dan ik, Jannes. Ja. Maar zoals je weet, onze website Musical World... één keer per jaar schrijven ze een verkiezing uit. Voor beste acteur, beste musical, maar ook beste kindercast. En laat ik jou eens vertellen... Meer dan 6000 mensen hebben gestemd. Ja. En met een meerderheid van stemmen hebben ze gekozen wie de beste kindercast is geweest van het afgelopen seizoen. En dat is de kindercast van De Kleine Blonde Dood. Waaronder onze Jannes. Daarom deze prijs. Beide handen aanpakken, want hij is loodzwaar. Nou, wat gaat er door je heen? Heel veel. Laat hem eens zien aan de mensen. Ja. Wauw. Nou, speech. Ja. Hey, je fans. Vertel, speech. Nou, dames en heren, heel erg bedankt voor de stemmen voor De Kleine Blonde Dood. En ja. Ja, daar sta je, hè, verbouwereerd. Ja. Met je IQ van 130. Ja, ik ben echt heel blij. Ja, ja, je bent natuurlijk niet de enige. Nee. Hè? Je deelt er met Davy, Stijn en Jelle. Ja, precies. Haat en nijd tussen jullie? Nee. We zijn echt vrienden geworden bij De Kleine Blonde Dood. Ja. En wat ga je doen met je award? Hoe oud ben je eigenlijk? 12, 11? Nee, 11. Oh, 11 jaar en al een award. Wat ga je ermee doen? Ja, ik weet het nog niet, maar ik denk... hij krijgt wel een mooi plekje, denk ik. Ja. Nou, gefeliciteerd. Ja, dank je. Niet op je lauweren rusten, gewoon dooracteren, hè? Ja. En in oktober ga ik naar je kijken in Waanzinnig Gedroomd. Ja. Dank je wel, handschudden. Ja. Dag. Doei. Met je vader moet je zeiken. Vooral in zijn klassenbod. Ik word zo'n bodyguard. Met je vader is zijn straat.